We gaan niet alleen naar de kerstborden, we gaan samen met Saran en Saran de kinderen. Dus als het goed is, gaan we ze zo tegenkomen. Kijk jongens, daar zijn ze. Oh, nou Jess is niet bang hè. Oh. Dat is een hele enge Mickey Mouse. Die Mickey Mouse, je blijft altijd op achtervolging. Dat is echt heel eng. Dit betekent wraak. Nee, nee, nee! We zijn de drie Yes, welkom bij een nieuwe video van... De bakkertjes! Ja, een gloednieuwe video. Oh, wacht. We moeten een beetje zachter zijn. Nee, Konse is een nep slaap. Jawel. Beauty slaapt, jongens. We doen in ieder geval net alsof. Kijk. Oh, wat schattig. Lief. Wipje wakker worden. We gaan vandaag naar de kerstmarkt. Kerstmarkt? Ja, hé, Sam is er ook. Sam is er ook. Nou, Erem, die is er ook in de keuken daar zo. Voor de verandering. Yes, jongens en meisjes. Nou, zoals ik al zei, we gaan vandaag naar de kerstmarkt in Duitsland. Want het is natuurlijk de tijd van het jaar. In Duitsland? Ja. Zo. Ik dacht in Nederland. Ja jongens, dit is nog een mega vloed, daarom gaat hij. Maar voordat we verder gaan, Pippi deed iets heel, heel, heel speciaals en dat wil zij van jullie laten zien. Pippi. Oh, jongens. Ze is weer aan het slapen. Ze is weer in slaap gevallen. Hey Pip, wil je even laten zien wat je hebt gehad? Wil je even laten zien wat je hebt gehad? Goedemorgen. Jongens, het is gisteren echt heel laat geworden, ze zaten te Mario Karten. Zijn jullie nog niet zien? Oh, die zie ik. Ik doe de andere even voor. Hier zit niks in. Hier zit helemaal niks in. En weet je, ik was het over de Hocus Pocus Bas. Die weer. En dan zit die. Wat? Wow, wat zit hier nou in één keer in? Kijk eens. Wat is dat dan, meisje? Wauw, en hoe noemen we dat? Beugelspeen. Een beugelspeen, nou laat maar eens even zien. Ja jongens en meisjes, dat Pip die heeft sinds kort een beugelspeen gekregen. Zij heeft namelijk last van... Ik weet hoe in moet. Ja, hoe moet hij in? Oh, wauw. En waarom heb je dat, Pip? Kan waarom je heb je praten? Dat? Kan je nog praten? Ja. Pip die heeft een kruisbeet en dat betekent dat haar bovenkaak niet helemaal recht op haar onderkaak staat, omdat haar bovenkaak iets te smal is. Nou, je moet het alles wel eens een keer opzoeken op internet. Het heet kruisbeet en dat betekent dus eigenlijk, want op het moment dat je tanden op elkaar staan zo, dan past het heel goed. Bij haar staat het zeg maar een beetje zo scheef. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk, hier. Ja? En, ja, Pip is tegenwoordig helemaal van toveren. En dan hier. Zo, na. En dan is hem weer terug. Oh, dan zit hij gewoon weer daar. Wow, applausje voor Pip. Oké, jongens en meisjes, nou, we zijn nu onderweg op de snelweg. We gaan niet alleen naar de kerstmarkt, we gaan samen met Saran en Saran de kinderen. Het grappige is, hun zijn al onderweg. Ze zitten op deze weg en we zitten naar de hectometerpaal te kijken. En als het goed is, zitten wij echt, volgens mij echt 300 meter achter hun. Dus als het goed is, gaan we ze zo tegenkomen. Kijk, want volgens mij zijn ze dat daar zo, jongens. Zo, ik kan het gewoon niet zien door de zon. Nee, ze zitten in mijn ogen te zijn. Ze is helemaal niet. Nee, dat is niet ook. Oké, nou ze dan niet wel een lekker broodje halen hier, maar ze hadden geen broodje voor hem. Oh, het is vervelend nou. Dus als het goed is, dan komen we ze nu. Ah. Ja, ik zag ze. Echt? Ik zag ook een witte auto. Blauw. Wel? Wat zie je? Je ziet allemaal roze door de zon. Pip ziet allemaal roze door de zon, jongens. Oké, nou, we zijn nog steeds... We moeten elkaar ergens zien, maar ik weet niet waar. Jongens, we komen elkaar maar niet tegen bij 77.3. Daar zitten hun echt... Daar zitten hun voor achter ons. Als jullie nou krijgen te horen op de video van hun van... Oh, wat zijn die bakketjes langzaam met rijden. Kijk, we kunnen gewoon. Kijk, de auto hiervoor, die blijven maar voor ons. Ze gaan niet even naar rechts toe. Opschieten! Kijk, we hebben het dus over die groene bordjes hier. Er staan nummertjes op. Kijk, hectometerpaal. Kijk, hun zeggen... 48, 45, ja, 47, 44, 46, 43. Kijk, ze komen nu steeds dichterbij. Ze hebben nu weg vrij. Dus nu gasloop, dus ze moeten nu. Ja, nu zitten wij weer in. Ja, wij zitten nu hier. Hier. Zien jullie zelf of niet? Wij gaan nu de brug over. Ik zag wel een witte auto. Je zag wel een witte auto. Oké, wij gaan nu een brug over. Hey, de... Kijk jongens, daar zijn ze. Oh, die auto hier voor. Oké, daar zitten we. Wow, kijk dan die mooie Duitsland. Wow, dat is ganz toll. Scheiße! Oh, we hebben ook een reuzenrad, hè? Kijk. Oké, nou, we hebben een parkeerplek gevonden, 2,10 meter, maar ik weet niet precies hoe hoog onze auto is. Oh, dat gaat makkelijk. Of tenminste, oh, wat? Oh. Wie doet er dan? Ja, oh. Oh. Ziet er allemaal auto's. Oh jee, dit is echt. Ja, gaat dat? Ja, als het goed is, moet het dan hier gaan, hoop ik. Pas op voor die bord. Ja, ja, waar moet ik heen, Ramon? Je gaat over de stoep heen.
Oh, de kinderen zitten helemaal vol spanning. Goed jongens en meisjes, we zijn aangekomen in Duitsland, in Düsseldorf. En er staat hier een of andere, het lijkt wel op een soort berg of zo. En ze gaan nu naar beneden rollen. Ik ben heel benieuwd of ze dat gaan doen en wie dan als eerste beneden gaat zijn. En of ze veilig beneden gaan komen. Beetje jammer. Ja jongens en meisjes, ze hebben hier ook attracties. En als jullie denken, oh die Jesse durft je tegenwoordig aan een attractie. Je wel hoor, kijk eens even. Oh, nou Jesse is niet bang hè. Oké, nou Mias en Ina die zijn er ook. Hey! Zonder handen, lekker bezig. Wat heb je, wat heb je? Oh, ga je lekker opeten. Laat ze even zien. Papa, laat ze, ja. Va even ogen dicht. Even ogen dicht. En? Oh. Nee. Ja. Kijken. Oh, is hier voor papa. Nee. Hou goed vast hè. Voor jou. Dankjewel. Voor jou lekker. Misschien weet... Jesse, zo maak je geen vrienden toch? Nou, voor ik was Jesse natuurlijk helemaal vrienden had maken met die duiven. Nee, nou, Pip, die willen. Zo nee, maak je geen vrienden, schat. Maar ik heb geen eten. Ja, Pip wel, kijk. Kijk eens, jongens, wat hier nou gebeurt. Ja. Ze hebben hier gewoon echt een bakje. Papa schept op. Met. Er kost 5 euro zo'n ding. Jij gooit gewoon altijd op de grond. Zet er gewoon, ik wil niet. Moet kijken. Nou, mensen, hij houdt heel veel van champignons. Blijf het toch niet. En we gaan even kijken of hij het lekker vindt. Ik krijg niet. Het was echt zo'n lange video, jongens. Ik heb nog nooit zulke lekkere champignons gegeten. Kijk eens wie dit is. Mickey, kijk eens, Mickey Mouse. Tenminste in ieder geval een soort van... Psycho Mouse. Oh. Oh, nou inderdaad. Nou die. Ah, wat nou. Hey, ja, supermooi. Oh. Dat is een hele enge Mickey Mouse. Oh, nou jongens, het is hier zomaar een Mickey Mouse. Die Mickey Mouse wil wel... Dankjewel, Mickey Mouse. Mickey Mouse voor de crack. Ja, Mickey Mouse. Nou, hier loopt dus een of andere psycho Mickey Mouse. Mag je wel mee op de foto, maar daarna blijft hij net zo lang om je heen lopen totdat je geld hebt gegeven aan hem. Die Mickey Mouse, je blijft wel achtervolgen. Dat is echt heel eng. Ik vertrouw hem echt niet. Kom, echt mee, eens, kom. Oh, Sam. Je moet je geld aangeven. Je moet je geld aangeven? Ja. Oh, het geld gaat wel op zo. Eerst het Mickey Mouse ons... Oh, ik heb geen geld meer. Mickey daar heeft al ons geld gepakt. Ik heb echt geen geld meer. Pip. Satisfied. Dat is wel mooi, of niet? Zou Jesse zeggen, toch? Nou, jongens en meisjes zijn eindelijk aangekomen. We hebben die Mickey Mouse van ons afgeschud. En kijk eens waar we zijn. Wat vind je ervan, Jesse? Wow, kijk eens jongens, we gaan straks even lekker schaatsen hier. Zo, kijk eens even, ze hebben gewoon een hele kunstijsbaan gemaakt hier. Oh, dit is wel heel vet. Oké, ga je straks schaatsen of niet? Ja, 100%. 100%? Kom. Ga je straks schaatsen? Nee, nu. Nu. Oh yeah! Oké, Sam heeft 6 vingers, dus dat betekent eentje kan ik omknakken zonder dat ik zijn vinger breek, maar de andere breekt zijn vingers. Oké, dan zal ik deze doen. Is hij kapot? Ja. Nou, lekker, lekker goedkoop weer. Dat is echt mama weer hoor. Geef jij hem nou gewoon kapotte handschoenen? Is het Waar, is hij kapot? Ja. Kun je goed. Wil jij de kerstman in het echt zien? Ja. Jongens en meisjes, het gebeurt bijna nooit dat je de kerstman in het echt ziet. Maar de kerstman is hier zo. Vind je het spannend? Kijk, let op hè. Let op. Kijk eens, daar zit hij, daar zit hij. Dat is de echte kerstman. Nee. Pip, dat is de echte kerstman. Zal ik vragen wat de kerstman is? Is dat de kerstman, ja of nee? Nee. Nee. Goed, nou, we zijn eindelijk aangekomen. We gaan lekker schaatsen. Alleen we moesten al entree betalen. Dan denk ik, oké, de entree, nou, dan kunnen we eindelijk door. Maar dan moet je ook schaatsen, daar moet je ook voor betalen. Vervolgens denk ik, dan zijn we er. Maar nee, je moet ook nog voor de lokken gaan betalen. Dus we zijn hier al half uur verder met proberen elke keer geld bij elkaar te sprokkelen. Goed, nou, dan gaan we, jongens. Ja, jongens en meisjes, er komt er gelijk een fan naar Pip toe en die geeft gewoon dit ding. Wow! Woe! Gaan we verder? Nog sneller, nog sneller. Go! Ja, nou gaan Jesse en met Pip op pad. Kom aan! Nou, Pip van de Jesse is daar bezig, maar Pip. Pip, kom eens. Laat eens even zien hoe goed jij kan. Kijk eens even jongens. Toen dat ging het beter. Doe je. Yes. Oké, poging 2. Kijk eens hoe goed jij het kan. Wow. Lekker bezig jongens. Lekker! Yo!
meisjes. Dit betekent wraak. Oh jongen, ik ga een sneeuwbal maken, dat wil je niet weten. Nee, nee, nee! Goed, nou, we hebben lekker geschaat. We gaan even lekker uit eten. Nou, Pip die gaat lekker hier in de eentje zitten. Pip, wil je niet bij ons komen zitten? Schaam jij voor ons? Hé? Hey? Schaam jij je voor papa en mama? Ja. Wat ja? Lekker pilsje zuip. Lekker Tokyo dit. Oh, jij bent er boos om? Wat is het? Oh, de kinderen waren bij je. Ja, ja. Oh, leuke grap hoor. Oh, wat grappig jongen. Nou, grap van de dag. Even lachen, Eli. Haha. Hier zit een gezellige tafel hier zo. Nou, ga jij maar lekker bij hun twee daar zitten, hè? Bij Mias. Ja, nee hoor, ik hoor het. Dag. Waar is het gezellig hier, hè, jongens? Hou eens op. Oké, nou wij gaan even lekker eten. Imgert is even aan de gezellige tafel komen zitten in plaats van daar zo. Nou, wat hebben jullie hier jongens? Pizza, pizza. Oh, lekker pizza als een keer wat anders hier zo. Probeer, kijk, jij zit, hey, high five, jij zit aan de goede tafel. Oké, jongens, ik word hier geskipt. High five, high five. En jullie mag niet kijken. Oh, toch wel. Jullie mag niet kijken. Heb je helemaal niks? Wat heb jij voor eten? Ja, want Pip kan natuurlijk toveren. Ja, Pip kan toveren, jongens, die is echt tegen. Thank you. Oh. Dat passen zit. Au! Nee, dat is goed voor jou. Nou, Pitt doet alleen maar passen, die moet een beetje op de lijn letten natuurlijk. Anders wordt ze veel te dik. Even voelen, kijk, ik doe het veel te dik. Oh. Nou, ik heb hier... Oké, en ik ga even lekker lasagne eten, jongens. Pip. Ja. Mag je met eten spelen? Kijk eens naar papa. Normaal doe je dat met nibbers, Pip. Ja, dat doe je met nibbers. Chip is toch niet bij... Oh, jongens, dat kan toch niet? Dat komt met pasta planten. Pasta monster. Eli, jij eet tenminste wel gewoon normale. Misschien, Pip, misschien moet je even bij zo... Ik zie al wat er later gaat gebeuren. Oké, okay, nou we hebben zojuist lekker gegeten. Ze zijn hier nu een soort van show aan het doen met deze kerstboom hier. Zo, kijk eens hier. Nou, de kinderen vinden het helemaal eens interessant of... Nee. Sam, interessant? Ja, half. Oké, okay, jongens en meisjes, nou, het zit erop voor vandaag. We gaan nog heel even over deze markt heen lopen en dan gaan we er vandoor. Ja. Bedankt voor het kijken. Als mensen nog geen abonnees zijn, wat moeten ze dan doen? Zeker abonneren! Tot de volgende keer! Ja!